Zo. Hallo. Nou. Dag Marloes. Dag Piet. Voormalig projectleider Ambtenaar voor de Toekomst. En nu nou ja, allerlei overheden adviserend over, nou ja, over de toekomst van de overheid en wat er allemaal aan het gebeuren is in de wereld. En daar wilde ik ook jou wat vragen over stellen. En we moeten eerst even terug nog naar het begin inderdaad van Ambtenaar voor de Toekomst. Projecten bij het Rijk was dat, ja. In eerste instantie. Uiteindelijk is daar een nieuwe werkadvies ook uit voortgekomen, dat ook is overgenomen door alle ministeries. Dus en mijn vraag was eigenlijk van wat zijn de dingen waar je toen nou ja, die je toen op een rij hebt gezet? Wat was je conclusie eruit? Eigenlijk? Ja, wat waren de belangrijkste punten eruit? Achteraf gezien denk ik dat we te breed hebben gekeken. Ik vind nu de kern veel meer echt dat mobiel werken. Dat je mensen mobiel maakt, dat je flexibel kunt werken, dat je over je grens heen kunt werken. We hadden toen allemaal ook nog thema's bijgepakt, allerlei andere problemen van de Rijksdienst, zoals beoordelen en belonen. Allemaal dingen die als je doordenkt bij het nieuwe werken, die komen allemaal wel aan bod. Maar ik denk dat de kern toch gewoon is en blijft van hoe maak je mensen mobiel, flexibel, laat je ze meer in netwerken werken. Dus ik denk dat we wat te veel op ons bordje hadden gepakt toen. Maar ik denk wel dat die visie overeind is gebleven. Dat je daar ook nu heel veel organisaties wel, ja, iedereen voelt aan van, daar moet je iets mee, daar moet je naartoe. Wat zijn de punten die je dan nu nog wel aanstippen, zullen we zeggen? Nou, ik merk nu dat je mensen echt moet leren. Hoe werk je op afstand samen? Hoe werk je in netwerken? Hoe werk je wereldwijd met wie maar de kennis heeft? Hoe doe je dat dan eigenlijk in praktijk? Ik denk dat dat gewoon nog voor de komende tijd de basis is. Of het nou nieuw werk heet of iets anders. Ik vind nieuw werk wel weer een naar begrip inmiddels. Ja, het is een beetje een soort nieuw keurslijf geworden. En terwijl toen we met nieuw werk begonnen, was natuurlijk vanuit een soort kan beter. En we gaan nadenken, weer vrij nadenken over hoe we de overheid kunnen vernieuwen. Dus dat is nu echt wel helemaal ingekleurd, ja, pakketje. Met overal maar, het lijkt ook allemaal op elkaar. Terwijl het nou net ging over dat je weer echt nadenkt van wat verandert in de toekomst. Hoe kunnen we ons werk beter doen? Hoe kan het slimmer? Hoe kan het goedkoper? Hoe kan weet ik het wat? Dat zit er nu niet meer heel erg in. Maar het is ook natuurlijk nu besloten door de secretaris-generaal. Ja, dus dat zegt al genoeg, ja. Eigenlijk. Dan is het tijd voor het nieuws. Was dat wel de handigste route, zou ik zeggen? Jawel, maar dat is, ik denk dat, dan, dat het ook een moment is, in elk geval voor mij, om weer te denken, nou gaan we verder met iets anders. Nu wordt het weer eng. Dit is gewoon een nieuw keurslijf. En daar moet ook weer, ja, je moet blijven vernieuwen. Dus ook tegen dat nieuwe keurslijf moet je weer tegenin gaan. Moet je weer kijken van, hoe kan het beter? Ja. En is het nieuwe werken, ja, het lijkt in praktijk toch veel thuiswerken. Nou, daar kun je weer tegen laten zien dat het wel verder gaat. Nieuw werken is heel plat steeds. Iedereen moet iets doen. Facilitaire zaken moet iets doen. Nieuwe activiteitsgebaseerde werkplekken. ICT moet iets doen. De software, et cetera, regelen. Wifi, noem maar op. HR moet iets doen. Die moet zorgen dat leidinggevenden mensen gaan vertrouwen. Zodat ze op afstand kunnen werken. Maar ik vind dat de medewerker zelf nog heel, die is eigenlijk vrij makkelijk mee weggekomen, vind ik. Iedereen moet iets doen. En de medewerker dacht, ja, als ik dat allemaal heb, dan wil ik het nieuwe werken. Nee. Maar uiteindelijk is de medewerker te veel ontsnapt aan de vernieuwing. Ja. En ging het veel over de rand voorwaarden. Dus ik hoorde twee conclusies eigenlijk in. Enerzijds, inderdaad, medewerkers moeten zelf ook meer initiatief nemen. En die zijn zelf empowered, dus gaan aan de slag, et cetera. Ja. En ten tweede, ja, al die voorzieningen. Soms zie je wel dat de ene de ICT'er meedoet, maar dan op andere vlakken niet. Is het ook niet meer dat het daar integraal? Nee, integraal zie je zelden. Tenminste, ik heb het weinig gezien. Er zijn een paar goede voorbeelden, maar ook dan is het toch een integraal keurslijf wat er uitgerold wordt, waarbij die medewerker toch redelijk ontsnapt. Die hoeft nog niet heel veel anders te doen. Ja. Die mortes, want nu hebben we andere werkplekken, maar sommige dingen zijn wel mooi. Die werken gewoon met zijn nieuwe spullen even oud als daarvoor. Ja. Voor mij heeft nu een laptop en een iPad. Ja, het sturen op regels staat, dat is vaak, na verloop van tijd hebben we het daar niet meer over. En dan werken we gewoon weer zoals we deden, alleen dan in een heel kantoor. Dus hoe zou je het nu opschrijven? Ik zou nu veel meer de focus op de medewerker leggen. Die randvoorwaarden snappen we nu wel. We snappen echt wel wat er qua ICT moet gebeuren. We snappen echt wel hoe de huisvesting een beetje moderner uitziet, et cetera. We snappen ook wel dat de leidinggevende iets anders moet doen. Maar nu is de focus echt op de medewerker zelf. Hoe kom je eigenlijk zelf in beweging? Hoe kun je jezelf vernieuwen? Hoe werk jij in netwerken samen? Ja. Wat zijn voor jou de zekerheden? En pas daarna kijken hoe kun je dat ondersteunen vanuit management en bedrijfsvorm. Ja, dat komt daarna wel weer. En nieuw werk was toch wel heel erg
vanuit de faciliterende afdelingen. Die dag zei het hardst over na. En de medewerker die zat gewoon lekker rustig te wachten. Maar koorts wel. Ja. En sommigen waren heel enthousiast. Wij willen ook een nieuw werken. Maar het gros dacht er nou, het waait wel over. Leuke hype. We hebben vaker gezien. Ja. Oké. Okay. En vervolgens ben je natuurlijk voor jezelf begonnen en samen met Kim de grote wijde wereld ingegaan. En ook andere overheidsorganisaties, uitvoeringsorganisaties zie ik je, bij gemeenten, et cetera. Wat neem je nou mee uit die periode dan? Die focus op die medewerker. En we proberen nu veel meer, niet meer na te denken vanuit die faciliterende afdeling van wat kun je vernieuwen, maar veel meer vanuit de medewerker of per afdeling of wat gaan jullie doen. We noemen dat dan muiten. We vinden dat mensen wat meer in actie moeten komen. Het is gewoon moeten doen. Mm-hmm. Want dan verander je de mindset. En dan bedenk je daarna wel van welke dingen pakken we je uit voor beleid. Wat was niet zo handig? Wat moeten we niet weer doen? Als je gewoon kleine pilots doet, niet te ingewikkeld maakt, dan kun je gewoon al heel veel, kan gewoon nu al. En heb je echt niet facilitaire zaken voor nodig, heb je ICT niet voor nodig, heb je niks, niemand voor nodig. Je moet het zelf doen. En als jij ervoor gaat, dan komt de boel in beweging. Maar niet meer vanuit de organisatie steeds gedacht. Dus nu veel, toch eigenlijk veel meer van onderaf. Mm-hmm. Gewoon doen. Ja. Nou, nu merk ik ook wel, hè. Ik hoop natuurlijk ook altijd van onderaf, hè. De ambtenaar 2.0, dat is niet voor niks, de persoon 2.0 eigenlijk. Ja. Maar loopt het er ook wel tegenaan dat... vaak wat, met name vanuit de top, wat ondersteuning wel handig is. En die voorbeeldrol, dat die ook wel handig is. Toch een beetje de sandwich-methode. En er moet iets van onderop komen. Ik ga mij meer om wat wil je doen met elkaar. Wat kan slimmer, wat kan beter. En daar heb je verder niemand voor nodig dan elkaar. Je moet gewoon je primaire proces gewoon steeds beter doen. En daar heb je geen leidinggevende voor nodig. Daar ben ik van overtuigd. Maar je kunt wel, de leidinggevende is net zo goed mijn doelwit natuurlijk. Die kan zelf ook iets anders doen. Mm-hmm. Dus die proberen ook. Maken we mooie piraten van oppermuiters, weet ik het wel. Ja, die moeten natuurlijk ook zelf al heel veel dingen anders gaan doen. En ik vind zelf een mooi voorbeeldje van dat muitgedrag is dan de gemeente Lemmen. Dan zie je dat al jarenlang probeert men wat aan de prikklok te doen. En dat lukt maar niet. En dan medewerkers in protest, het zijn toch de vakantiedagen. Het zit in het systeem, je houdt je verlof zo bij, noem maar op, heel veel verzet. Dat de gemeentesecretaris al lang wel zoiets had van, mag mij wel, die prikklok mag wel weg. En dan zie je nu door het medewerker zelf aan te spreken van, ja, maar het past toch gewoon niet meer bij deze tijd. Waarom doe je dat? Ja, maar we moeten inklokken. En als je dat dan weet te doorbreken door dat muiten van, kom op, dat doen we niet meer, we slaan dat ding eraf. Dan zie je dat opeens, kan het wel. En nu die prikklok gaat weg, eind dit jaar. Ja. En dat vind ik mooie muitacties. Ik denk van ja, dat heeft veel meer impact. Gewoon met z'n allen kijken wat kan nu verbeterd. Nou, prikklok, weg, klaar, volgende. Ja, ik zag via Twitter één reactie inderdaad van wat is daar nog een prikklok? Ja, maar er zijn best veel plekken hoor. Ja. Ja, constant. En mijn reactie was ook wel een beetje van waarom pas op 1 januari? Dat dan, ja, omdat je anders nu je registratie overhoop gooit. Dus ik ben ook nog wel zo pragmatisch dat ik denk als hij mij weggaat en als we dan de als iedereen dan. Daar gewoon zich rustiger bij doen. Voelt. Ja, maar hij gaat gewoon doen is voor mij gewoon zorgen dat het weggaat. Ja. Of het dan eind van het jaar is of nu, dat boeit me dan niet. Maar gewoon ding voor ding, gewoon doen. Ja. Maar je gaat dus wezen, dit prikklok, dat gaat niet per se over allerlei vernieuwende dingen. Dit is gewoon, je komt bij zo'n organisatie en denkt van, daar zit een belemmering. Ja, maar het gaat ook over wel vernieuwing. Mensen losweken, en dat was wel de basis van het nieuwe werken. Mensen losweken van een kantoor, zorgen dat ze op afstand ook slimmer met elkaar werken. En nu, met zo'n prikklok, iedereen komt massaal 's ochtends binnen. En om 4:30, dan is het echt wel, het gemeentehuis gaat om 4:00 dicht. 4:30 is de boel vertrokken, dan kun je de kanon afschieten. Ja, dat kan natuurlijk pas niet meer bij deze tijd, dat is raar. Ja. En dan ga je ook niet, als die mensen daar van 9 tot 4 of 8 tot 4, ik weet het niet, binnenkomen. Dan ga je natuurlijk ook in je dienstverlening, blijf je dat normaal vinden, doordat het van 8 tot 4 is. Dus die prikklok, dat is wel het begin van nadenken over van, dat hoort niet meer zo. Dan kan je dienstverlening ook niet gewoon doorlopen. Ja. Jij kan toch thuis reageren op Facebook berichtjes of wat dan. Webcare, exact. Ja. Maar zie je dan ook dat de reactie van buiten afkomt? Is dat ook een aanleiding bijvoorbeeld om jullie erbij te halen? Van ik krijg nu van burgers het concept van hallo, waarom is er een webcare of waarom zijn jullie maar van 8 tot 4 open? Ja, en minder. Dat je daardoor... Ik merk dat tot nu toe nog burgers een beetje het geaccepteerd hebben, lijkt wel. Van dat het van de overheid, het lukt toch. Geen verwachtingen meer van de overheid. Geen verwachtingen meer. Dus ik heb het idee dat het gros zich er bij neer heeft gelegd. En
dat pas als je het aanbiedt, dat ze dan heel erg verrast zijn. Van, oh, ik had zo ook. Oh, wat leuk. Dat zag je bij het UWV natuurlijk ook. In eerste instantie was de communicatie heel traditioneel. Ga je het aanbieden bijvoorbeeld via Twitter, dienstverlening. Ja, dan zie je opeens een enorme vraag ernaar. Terwijl die was er natuurlijk niet. En er is nooit een burger geweest die heeft opgebeld van de beste UWV. Kunt u ook via Twitter antwoorden. Hmm. Terwijl nu is het natuurlijk niet meer terug te draaien. Stop je er nu mee, hoor je ze wel. Ja. Maar ik vind het nog verbazingwekkend weinig. Maar ik zie tegelijkertijd, als het gaat over dingen overnemen, heb ik zelf nu ook. Van heel veel dingen, dat ik denk, dat regel ik zelf wel. Mm-hmm. De overheid niet voor nodig. Dus ik zie wel tegelijkertijd steeds meer groepen en netwerken ontstaan die het zelf regelen. Maar dan niet zozeer met de overheid. Ik denk dat je toch eerder zelf probeert. Dat is ook een parallel aanwezig. De burgers zijn ook muiten, als het ware. Ja, die gaan ook muiten. Ja. Ja, hoe dat gaat afgelopen, voor de volgende uitdaging. Ja, oké. Wat zijn nou de mooiste voorbeelden die je bent tegengekomen? Als je denkt van, dat is echt hoe de overheid, eigenlijk elke overheidsorganisatie van de toekomst eigenlijk zou moeten werken. Pareltjes zijn nooit als organisatie, daar ben ik inmiddels ook al achter. Het zijn altijd gewoon mensen, toch wel individuen waarvan je denkt, hier heb ik gezien groeien of dat is echt een mooi voorbeeld. Het is nooit een organisatie. Maar ik vind bijvoorbeeld de OR, dat is ook een pareltje van me, bij Amsterdam. Ja, OR is natuurlijk heel traditioneel iets, waarvan ik sowieso denk van, heb ik dat überhaupt nodig? Maar goed, het is er. En de gemeente Amsterdam, die is dan, dat ging heel traditioneel, de gesprekken met de OR. En toen is er één man geweest die zei van, we gaan het anders doen. We gaan het op Jammer, maar mensen kunnen gewoon continu met ons meedenken, we gaan alles gewoon via Jammer voorleggen, we gaan het niet meer via de mail doen of bijeenkomsten, we gaan het gewoon een continu proces maken. Hm. Dan zie je dat één zo'n man het voor elkaar krijgt dat al die mede-OR-leden met hem mee gaan doen, met veel gemor natuurlijk, die zaten er niet meteen op te wachten. Maar doordat hij volhield en gewoon zei van wij gaan het anders doen, OR doet OR Jammer, het heet dan de pilot, krijgt hij dat wel voor elkaar. En dat is dan toch wel iemand die er echt voor gaat staan, die ook blijft staan en dan voor elkaar krijgt en nu een super gave pilot heeft. Heel veel reacties ontvangt. OR is nu weer helemaal levendig geworden. Nou, dat zie je niet heel veel meer. Dat is echt gewoon heel super. Nu is het echt weer een mooi instrument. Ja. Voor medezeggenschap. Maar zorgt dat er ook weer voor dat, want je begon een beetje mee van ouderwets instrument eigenlijk, OR. Hè, dat nu denk ik weer van, als je het zo doet, best cool. Ja, maar zou dat ook jouw eerste opmerking weer weghalen? Van nu van medezeggenschap. Ik had altijd het gevoel van mijn weerstand bij de OR zit dat ik denk van, waar moet iemand je tegen vertegenwoordigen? Iedereen kan zichzelf praten en zijn mening geven. Waarom moet dat vertegenwoordigd worden? Ik ben wel voor het geluid van verschillende kanten, maar nu is het OR al iets van, inderdaad de OR jammert alleen op de verkeerde manier. OR heeft ook weer wat. Terwijl nu zie je van, het is echt een samenwerking geworden. En het is ze roepen nu echt medewerkers op van, laat je geluid horen. Kom op, ze zijn echt die aanjagers, de motor in zo'n organisatie. Ja. Dat vind ik een supermooie rol. Als dat een OR is, dan ben ik weer enthousiast. Ja. Ik vind het zelf altijd wel interessant dat zie je op heel veel plekken, maar ik had het nooit bij de OR bedacht, maar in wezen is dat daar ook zo, dat je in wezen voorheen de OR tussen de medewerkers en besturen instond, als vertegenwoordiging. Dus je nu zegt van, we gaan aan de zijkant staan en wij faciliteren, we duwen inderdaad die meningen. Motiveert en die medewerkers ook, plaats je bericht. En het is ook ik vind het heel grappig om te zien dat ze ook eerst, dan werd alles op het bordje van de OR gelegd. Bijvoorbeeld met, ze zijn het verhuizen. Nou, voorheen werd bij de OR geklaagd, de werkplek nu is helemaal niks. Heel veel herrie en ik heb niet meer mijn eigen werkplek. Nou, dan ging de OR met dat probleem naar MT van, de medewerkers zijn er balen van. En nu zie je dat, laatste tijdsomvang werken is ingevoerd, dus je moet zelf je plekje kiezen. En dan morren mensen erover. En dan zie ik OR op Jammer zeggen van, maar je kunt toch ook ergens anders gaan zitten als je last van het lawaai hebt. Maar wat bedoel je dan precies? Dat heel ander gesprek. Ja. In plaats van het op je bordje nemen, ongeacht wat je er zelf van vindt en dat weer bij iemand anders neerleggen. Het is nu veel meer het aanjagen van, zoek dan een oplossing. Hoe ga je het dan doen? Heb je al iets anders geprobeerd? Ja. Gewoon de plekken aangewijzen, ga daar maar zitten. Bevordert ook de zelfredzaamheid eigenlijk. Ja, maar ook een heel andere rol. Want ook, we gingen ook een jam-sessie met MT doen. Om onderwerpen uit de organisatie te halen of gewoon feedback te vragen. En dan zie je de OR al die medewerkers opjagen. Van, kom op, je kunt nu je stem laten horen. Doe dat dan ook. Het is totaal anders. In plaats van de topics ophalen en dat maar weer in doorgeven. Ja. Nu veel meer interactie. Gewoon oproepen, kom op, doe mee. Ja. Echt superleuk. Favoriet paardje. Okay.
Waar we het ook, wat ook wel een thema is natuurlijk, is, want dit gaat dan over mensen die actief bezig zijn binnen hun eigen organisatie, maar je ziet ook wel mensen die, die misschien een breder blik hebben, ergens anders willen werken. Jullie zijn zelf natuurlijk ook uitgestapt eigenlijk uit de overheid, wel omdat je wil wel verder werken voor de overheid, maar niet binnen de overheid. Ja. Hoe denk je dat die arbeidsmarkt de komende tijd gaat veranderen? Ik denk dat de scheidslijn gewoon groter gaat worden de komende tijd. Dat je de mensen houdt die iets te doen als het altijd deden. Een vaste baan waarderen en alles daaromheen. Steeds kleiner die blijven dat, een steeds kleiner worden groep, maar die dat wel waardeert. Mm-hmm. En misschien moet je dat ook aan zo houden, ik weet het niet. En een groep zie je nu, een hele grote groep nu die ertussenin loopt te balanceren. Die wil eigenlijk het beste van beide hebben. Ik denk dat dat ook niet meer kan als je, bent er gewoon niet mee eens. En dat je een groep hebt die echt op een andere manier nieuwe organisatievormen probeert, nieuwe netwerken en daar ook nieuwe zekerheden bij zoekt. En niet meer dan denkt van, en ik wil vrijheid van de overheid, maar wel elke maand mijn vaste salaris en mijn pensioen en alle regelingen eromheen. Maar die dan ook echt op zoek gaat naar van, hé, hoe werk je dan samen? Hoe doe je dat eigenlijk? En wij zijn echt mega zoekend. Je neemt eerst al je oude paradigma's mee. Dus wij dachten eerst ook van, nou, dan moeten we groeien, we moeten medewerkers. Mm. Ja, je komt er dan langzamerhand achter dat eigenlijk bij die nieuwe netwerken dat het helemaal niet past, dat je niet per se medewerkers hoeft te hebben. Yeah. Of dat je zekerheden, dat dat hele andere dingen zijn dan een vast bedrag elke maand. Yeah. Dat je zelf kunt beslissen, dat je je toekomst in eigen hand hebt. Dat zijn hele andere zekerheden. Yeah. Goede netwerken hebt. Yeah. Ja. Je ontwikkelt eigenlijk nog wel het belangrijkste misschien. Doordat je zo ontwikkelt nu, dat geeft voor mij een soort rust van, als ik me zo hard ontwikkel, dan blijf ik aantrekkelijk op die arbeidsmarkt. Okay. Dus je hebt nieuwe zekerheden, nieuwe dingen. Ja. En ik denk dat je of daarvoor moet kiezen, of je moet gewoon lekker in je contract blijven zitten. Maar al die zusvormen. Ja, want ik weet inderdaad dat jullie inderdaad weer terug zijn gegaan van, wij werken wel samen met anderen, maar niet in een contractverband, maar in, of weet het, maar in een... netwerkverband eigenlijk. Ja. Maar, en dat was ook voor mij een van de voorstellen die jullie toen bij Ambtenaren voor de Toekomst hadden gelanceerd. In de zin van, of in ieder geval een vooruitblik, dat je zei van ja, steeds meer mensen komen van buiten die eigenlijk overheidswerk gaan doen. Ja. Dus je moet ook dingen gaan regelen zodat die mensen van buiten wel aan de voorwaarden van de overheid voldoen. In de zin van betrouwbaarheid en dat objectiviteit, weet je, al die. Ja. Al die voorwaarden van, of die eigenschappen van ambtenaarschap. Ja, daar ben ik denk ik ook wel in veranderd. Want ik heb nu het gevoel dat ik daar kritischer in ben dan toen ik bij de overheid werkte. Ja. En dat ik daar nog veel bewuster van ben. Dat ik voel me ook meer ambtenaar dan ooit tevoren op de een of andere manier. Dus dat is ook heel raar. In positieve zin, ja. Ja, maar ik denk dat. Ja, ik weet niet hoe dat. Heb je Ampina 2.0 speltje niet op trouwens? Dat niet. Ja. Maar ik voel me wel volledig ambtenaar. En ook bij de organisatie waar ik werk, ja, ik identificeer me daar volledig mee. Ik voel me gewoon onderdeel van. Maar je zegt dus in wezen, nou, je houdt misschien een kern over van een paar mensen die bij een gemeente of bij wat dan ook werkt. Maar hun rol is eigenlijk het betrekken van... Het netwerk samenstellen, de club waarmee je juist de mensen bij elkaar betrekken die dat probleem gaan oplossen. Ja. En dat die worden dan uurtje voor uurtje afgerekend of zo. Ja, maar die zijn op dat moment wel, of niet uren. Dat vind ik ook onzin. Nee, hoe dan? Wij doen nooit. Ik probeer even een beetje het beeld te schetsen hoe dat dan eruit ziet. Nee, we doen niet dingen op uren. Je moet met elkaar zeggen, dit gaan wij oplossen. Of dit proces gaan wij komend jaar regelen. Of we gaan dit stukje van het werk van de gemeente nemen bij op ons. En we zorgen dat van A tot Z dat geregeld is. Daar maak je resultaatafspraak over, maar niet uren. Dan moet ik het slimmer doen als ik daar te veel uren is. Maar je hoort een staatsafspraak, bedrag daar gekoppeld. Ja, wat is waar dat bent we dit nu, regelen? Zullen we zeggen, 8 maanden lang ben jij de ambtenaar die dit regelt en je doet het samen. We hebben heel veel, merken elke keer dat mensen heel graag een offerte willen met uren. Dat eigenlijk ook zou willen. En ook als wij anderen inhuren, dat die dat eigenlijk ook liefst op basis van uren willen. Dus voor ons een grote strijd om los te komen van die uren. Gewoon resultaat, wat moeten we doen? Waar gaan we voor met elkaar? Maar ja, ook aan de andere kant van ambtenaren is niet altijd evenveel. Dan hebben we een opdracht. Voor ons is elke keer de verbazing dat ze dan eigenlijk... Ja, dan is die opdracht weggezet en dan trekken ze eigenlijk ook liefst hun handen ervan af. Terwijl je een commitment, wederzijds. We gaan iets doen. En dan moet je een gezamenlijke ambitie hebben. En niet een opdrachtje wegzetten. Die hoef ik niet. Ja. Dan
Dus je wil echt intensieve netwerken die echt een ambitie hebben, die ergens voor gaan. En niet een ambtenaar die opdrachtjes weggeven. Dat zijn de opdrachten op basis van uren. Ja, want je zei net van je hebt een paar mensen die blijven nog, die vinden het lekker om een vaste functie te hebben, maar eigenlijk blijft dan een beetje hetzelfde, maar dat is ook niet zo. Die mensen moeten wel degelijk, ook de mensen die bij de overheid blijven werken, die in dienst blijven in dat vaste contract, die moeten wel degelijk die netwerkhouding dus hanteren, anders kunnen ze niet op die manier werken. Ja, maar ik denk dan van kies dan maar voor de pure variant van contract en alles wat er omheen hangt, prima, als je dat prettig vindt, of kies en dan ook echt voor de andere variant. En ik zie nu heel veel ambtenaren uiteindelijk moeten die wel samenwerken, dat bedoel ik. Ja, die zullen wel anders hun werk moeten gaan doen, maar het gaat maar even om de arbeidsrelatie, dat ik denk van of kies voor daar maar voor, maar kies niet allemaal voor dat halve van ik wil het beste van beide werelden. Want uiteindelijk kies je dan voornamelijk voor zichzelf, terwijl ik denk wel dat het in balans moet zijn, dat het voor de organisatie en zo medewerken. Ik vind dat halve gedoe van ik wil alle voordelen, dat is geen balans. Maar ik bedoel, qua werkwijze? Werkwijze zal uiteraard veranderen. Zul je veel meer maar je ook zelf harder moeten werken. Dus ik vind het te makkelijk om steeds maar dan een netwerkje, een offerte te geven of een opdracht. En dat merken wij behoorlijk veel. Dat herken ik. Mijn vraag is uiteraard, zie je ook voorbeelden waar dat wel goed gaat. Want je had toen dat hub. Ik vond dat Jong GR was ook echt, vond ik ook een pareltje. Daar zag ik echt commitment. Dat was een community voor de Jonge Gezondheidsraad. Die wilde een tegenwicht vormen tegen de oude gezondheidsraad. Ja. Oude. Maar daar zag je echt commitment van die ambtenaren. Die gingen er volledig voor. En dan was het echt een samenwerking. En zij waren echt gedreven. En dan hadden we het ook niet over uren of wat dan ook. We gingen gewoon samen voor de Jong GR. Om dat van de grond te krijgen. En dat is dan ook gelukt. Ja. Maar we hebben nooit gehad over uren. Of het was eerder dat zij aan het eind zei van ja, maar weet je zeker dat je genoeg factureert, hè? Ja, we hebben toch ons doel gehad. En we hadden toch dit afgesproken. Dit is toch prima. Maar dan zijn ze zelf even helemaal in shock. Van, oh, dat kan ook zo. Maar deden ze het alleen met jullie of hadden ze nog veel meer partijen? Nee, wij gingen ze helpen om het van de grond te krijgen. Ja, maar voor ons was het een fantastisch project omdat ik die ambitie bij hen zag. En zij ook echt ervoor gingen en ook zelf niet dacht van ben ik nu door mijn uren heen. Nee, ze ging ook gewoon kosten wat kost. Jong GR kwam er. Ja. Ja, en dan is het leuk samenwerking. Ik denk dat je dat soort samenwerkingsconstructies moet, samen een ambitie hebben daarvoor gaan en ook wederzijds. Ja. Gaan. Dus ook die ambtenaar die gewoon voor zijn vaste dienstverband kiest, ik vind het dan prima, maar ga dan wel, ik heb wel ambitie. Want waar ik net aan refereerde, ook die hub waar jullie toen mee bezig waren met Ambtenaar voor de Toekomst, daar was juist het idee van, nou pak een thema en we hebben daar 5, 10, 8, weet ik veel, partijen voor nodig en die doen daarin mee. Ja. En dat geloof ik nog steeds in. De hub is, maar hetzelfde als deelstoel, ik zie dat ook als een hubje. Je werkt met verschillende partijen samen om tot iets te komen. En je kijkt met elkaar, hoe krijg je het voor elkaar. En soms moet daar geld een rol in spelen, maar in heel veel gevallen ook niet. Uh-huh. Ik zie ook steeds meer de kracht van als er niet geld in omgaat, dan bepaalt niemand. Fantastisch. Dus soms moet je ook, je moet strategisch gaan kiezen in zo'n hub van wie heb ik dan daarbij nodig. En moet geld daar een rol in spelen of gaat het ons belemmeren. En dan gewoon echt het thema, wat wil je met elkaar voor elkaar krijgen. En dat dan doen. Dat is voor mij een hub, nog steeds. En ik denk wel dat die hubconstructie steeds meer... steeds normaler wordt. Eerst was een hub iets heel uitzonderlijks. En nu ook bij Amsterdam met de deelstoel. Dat is fantastisch. Hebben we raadsvragen gekregen. Wie financiert de deelstoel? Ja, niemand. Wie heeft opdracht gegeven tot deelstoel? Niemand. Huh? Door wie wordt dit stoel extra gefinancierd met betrekking tot deelstoel? Ja, niet. Maar was het een probleem of was het gewoon een... Ja, er was echt zo'n raadsvraag van hoe kan dat allemaal? Dat kan niet kloppen. En dat vind ik eigenlijk wel grappig om te zien dat nog niet in mensen opkomt, dat het dus ook op een andere manier geregeld kan worden. En dat er dan meteen een soort argwaan achter zit van, hé, wie betaalt het dan? Hoeveel heeft Amsterdam daarin gestoken? Niet inzien dat het zonder geld misschien wel makkelijker gaat. En dat het ook helemaal niet altijd de insteek meer is van een netwerk die iets voor elkaar probeert te krijgen. Je moet die raad graag maar eens opzoeken. Zeg. Ja, dat is wel even navragen. Ja. En... Want uiteindelijk zie je dus heel veel van dit soort voorbeelden nu eigenlijk ontstaan. Hè? En van hoe het ook anders kan en dat het niet meer hoeft te kosten. Dat je heel prima beter kan werken en ook goedkoper. Dat je slimmer kan organiseren en beter makkelijker kan afstemmen en dat soort dingen allemaal. Afstemmen is ook een eng woord. Dat moet altijd. Ja, oké. Ja, afstemmen is eng. Ik schrap het. Afstemmen is niks.
Maar mijn vragen die parafraseer ik altijd over. Ja. Dus ik kan dat helemaal eruit halen. Ja, heel goed. Maar waarom gaat het dan zo langzaam eigenlijk? Ja, het gaat erg langzaam. Ik denk dat mensen niet beseffen hoe snel het kan. Dus je moet eerst die ervaring hebben. En voor ons gaat het erg langzaam omdat ze inderdaad zeggen, oh, maar dan moeten we eerst afstemmen. Terwijl wij hebben zoiets van, gaan het eerst doen, dan kijken we daarna wel weer. Ja. Maar dat zijn ze niet gewend. Dus die willen ze, ja. Het gaat erg langzaam omdat heel veel mensen dat dan niet los durven te laten. Niet eerst gewoon durven te doen. Maar je ziet ook weer tegelijk die oogjes funkelen. Zoals bij Lemmer ook. Die maken dan een pagina voor burgers op Facebook. En die gaan de eerste ervaring opdoen. Uh-huh. Ja, dan zie je het ook meteen. Is geest uit de fles. En dan gaat hij ook niet meer terug. Ja. Ja. Dus ik weet, het gaat langzaam. Maar je gaat niet meer terug. Dus ik zie ook mensen die bijvoorbeeld papierloos werken. Werk je papierloos, gaat niet meer terug. Dus de stappen gaan langzaam. Maar het is wel een verandering die blijft. Het gaat niet meer terug. Ben je eenmaal met social media. Heb je de meerwaarde ervaren. Ga je dat niet meer opeens niet doen. Dus het gaat langzaam. Goed nieuws is, het is blijvend. Ja. Elk stapje die je maakt is er ook. Ja. Blijf focussen op het individu. Steeds de volgende grens opzoeken. Dat is voor mij ook een beetje... Ja. Gewoon zorg maar dat je door te doen de grens ontdekt en de meerwaarde ontdekt. En dan ga je daarna maar nadenken over van hoe trek je dit breder. Of wat was niet zo handig, wat moeten we niet weer doen. Gewoon wat meer leren in de praktijk dan vanuit een clubje. Ja. Zoals wij zelf ook leren. Ambtenaar voor de toekomst. Dat besef ik ook. Ja, nee. Deden wij wel altijd wat we, waar we voor stonden. We probeerden altijd zelf wel alles uit. Dat heb je wel geleerd. Ja. Ja. Laatste tip. Overheid, nee. Toekomst. Ja, muiten met z'n allen. Volgende stap. Muiten met z'n allen. Ja, hoppa. Ja, ja, eerst maar eens doen. Dan gaan we daarna weer over alle toekomstbeelden hebben. Daar, dat weet ik nu zo langs nog wel. Ga eerst maar eens doen. Dan praten we weer verder. Tja. Dank u wel.